Yo, kijkers, welkom bij een nieuwe Stedenpraat. Ja, ja, het werken wij in Stedenpraat. Vanaf volgende week, dus nog 10 dagen, beginnen de fucking Olympische Spelen weer. Ja, ja, wat hebben we de zin in Rio de Janeiro? Maar nu moeten we ons afvragen, waar komt de Olympische Spelen in 2024? Nou, gaan we nu opzoeken met jullie. Kijk, 2024, dat is pas over 3 jaar. Maar dan hebben we de EK en de Olympische Spelen. De Olympische Spelen zijn dan in Los Angeles. En we hebben hier nog in de tussentijd de Olympische Winterspelen. Over 9 maanden. Ik weet niet of het 9 maanden is, maar goed, het is in februari is het. In februari hebben wij dus in Beijing. Ja, en nu is dit EK 2016, ja. Oké, dat weten we. Oké, goed. Stem op de Olympische Winterspelen. Maar het is altijd koud, man, daar. Zo'n dikke handschoenen aan, majootjes aan of zo. Dat is gewoon onvoorstelbaar. Maar ik vind de winter zo'n... Kijk. Nou, gaan we weer terug naar 2022. Hier. Olympische Zomerspelen 2008. Dat is gewoon fucking lang geleden, man. Goed. Hier, en de Olympische Zomerspelen van 2028 zijn in Los Angeles. Ja, in Los Angeles. Die worden in Los Angeles gehouden... We hebben ook volgend jaar nog de WK in 2022. In Qatar hebben we die. Dus we hebben die in Qatar. In Qatar. In Qatar. Nu. Oké. Ja, de Olympische Winterspelen van 2022. In Beijing. De vorige was in Pyeongchang. Of in Pyeongchang, 2018. Als we nog weten of we deze foto's nog zien. Ja, die zien we dus. Dit is dus Pyeongchang, 2018. Ja, 18. Dat is in Zuid-Korea, man. Kijk dan hoeveel sneeuw er ligt, man. Het is echt zo koud daar. Dus ik ga nooit meedoen aan de Olympische Zomerspelen. Echt, never nooit. Echt niet. Ik zou liever aan de Zomerspelen gaan meedoen. Hè? Dat doe ik ook. Oh, jongen. Ja, maar ik denk daar niet veel te vaak aan een brand van de vlucht, want dan word ik... Deze beeld is echt... Oh, nu we het over de WK trouwens hebben. Deze beeld is echt... Dat denk je liever niet aan terug, 2010. Echt, dat denk je niet zo vaak meer aan terug. Het is verschrikkelijk. Wat een ramp. Ik hoop dat we volgend jaar wel dat we op het WK verder komen. We hebben wel 3 keer in de geschiedenis een WK-finale verloren. 1 keer waar ik bij was. Helaas. Ja, ja. Deze doet er echt veel pijn als je dit ziet. Maar ja. Het is dus echt niet normaal. Praat erover als je emotioneel bent, want dit is gewoon ongelofelijk. Ja, wij waren op het vorige WK zelfs niet bij, man. Dus, Nou. Ja, dit was echt niet normaal. Gelukkig namen we ze, pakten we ze 4 jaar later terug, man. Met een dikke payback. Tot de volgende keer.